De kleinzonen van Anton de Kom hebben op zijn 124ste geboortedag, gisteren 22 februari, de NAX Award ontvangen. De uitreiking vond plaats in het NAX-centrum aan de Thomsenstraat. Anton de Kom, nationalist, schrijver en verzetsheld, is door de Organisatie voor Gemeenschapswerk NAX als icoon opgenomen in de 5e editie van de Iconenkalender 2022. Siegmien Staphorst, voorzitter van NAX, zegt dat hiermee waardering gegeven wordt aan de held die de Kom is geweest. Anton de Kom krijgt in Nederland een degelijke waardering, terwijl wij in Suriname nog slapen, zegt Staphorst. Want waar lees je iets over Anton de Kom? Wie weet dat hij vandaag zijn zoveelste jaardag zou herdenken? Horen we dat op de radio? Horen we dat op televisie? Wordt het op de scholen onderwezen? Nee toch? Niemand denkt over de Kom. Niemand praat over de Kom. Terwijl over zee men bezig is, helemaal druk in de weer over deze grootheid van Suriname. En dat is een beetje stuitend. En wij zeggen, zolang wij niet wakker worden, zolang wij niet inzien wat onze taak is als Surinamers, om Surinamers te eren en ze die grani te geven en die plek te geven, nou, zolang zullen wij blijven zoeken naar de Surinaamse identiteit. Historicus Mildred Caprino gaf aan dat in het nieuw onderwijscurriculum er wel aandacht is besteed aan het verhaal van Anton de Kom. Hij heeft het niet makkelijk gehad om zijn boek Wij slaven van Suriname gepubliceerd te krijgen. Zijn kinderen hebben eerder in een documentaire verteld dat hun vader veel tijd besteedde aan het schrijven. En die publieke sfeer was dat hij de stoepen van de Koninklijke Bibliotheek plat heeft gelopen om de literatuur te bestuderen. Van een bezoek aan de bibliotheek is nog een toegangsbewijs van 9 september 1933 bewaard gebleven. Una abemadatara. Wij hebben het niet, maar het is in Holland. Dus we kunnen het van het net halen, maar tentoonstellen zoals we straks gaan doen, dat kunnen we eventjes niet. Ik denk, vermoedelijk mocht Adek sommige boeken lenen, en dat waren dan de boeken die hij thuis had om te bestuderen. Maar het proces gaat door. Want op een gegeven moment heeft hij informatie verzameld. Dan komt er vertraging bij de uitgeverdrukker. Manuscript werd gecensureerd. Correctie op correctie moest aangebracht worden. En wat hij allemaal niet heeft moeten doorstaan, dat hele stukken eruit gelicht moeten worden. Ik weet niet of de oorspronkelijke manuscripten nog te krijgen zijn. Het zou heel interessant zijn om te kijken van wat vonden ze zo ergerlijk dat het eruit moest. Beeldend kunstenaar Ken Doorson heeft een speciale installatie ontworpen voor de Anton de Kom-expositie die op 24 maart aanstaande in het Openluchtmuseum in Arnhem in Nederland wordt geopend. Hij vertelt wat zijn inspiratie is geweest om dit kunstwerk te maken. Eén stuk wat mij heel erg raakt is dat hij waar op zijn woonplek aan de Anton de Komstraat, hij daar zat en mensen ontving om te horen naar hun klachten. Ik vind dat wel heel bijzonder, omdat in die tijd dat er toch tenminste één iemand was waar je naartoe kon om te gaan praten over je problemen. Dat heeft mij dus geïnspireerd om een kunstwerk te maken waarbij oude mensen die naar Anton de Kom toe kwamen voor hun zorgen. Een van de belangrijke momenten waar ik dacht van oké, hoe ga ik dat doen? En waarmee ga ik het doen? Hoe ga ik het maken? Is het stukje waar Anton de Kom zegt, para is ook mijn geliefde stad. En ik was al een tijdje bezig met klei uit para, beelden maken. En ik dacht, hoe mooi zou het zijn als ik niet dat stukje aarde daarmee iets kan doen.
De bijeenkomst van NAX in verband met de 124e geboortedag van Anton de Kom is gehouden in het kader van het waarderen van Surinaamse helden.